Onderhand weten jullie wel, bij QC doen we altijd ons best om met mooie spul rond te rijden. En af en toe moet zo'n auto ook vervangen worden. En daarom is deze nieuwe Actros aangekocht. Dit is de Actros van Roy. Nou, Roy, wie ben jij? Ja, ik ben Roy. Ik zit nu 7 jaar ongeveer, ja, bijna 7 jaar bij QC. En ja, ik word heel vaak verwisseld met... Met dit figuur? Nou, daar moeten we even op. Ja, dat is gelijk een leuk dingetje. Jij rijdt met een trekker opleggen. Ja, ik rijd met een combi. Ja, dus soms snap ik hem niet helemaal. Nee, ja, ik ook niet. Maar ja, qua opbouw zijn ze redelijk hetzelfde. Ik heb iets meer lampjes erop zitten. Jij hebt iets meer lampjes. Jij hebt een iets mooiere auto. En wat ook wel leuk om te vermelden is, toen ik hier ben komen werken, heb ik heel veel tips van jou gekregen. Ja, jij hebt me heel veel dingen geleerd. Ja. Dus in feite ben jij... Ja, leermeester, alles eigenlijk. Ja, dus ja. Hey, we hebben een nieuwe Mercedes Actros hier zo staan. Ja. Nou ja, nieuw. Hij is helemaal nu opgebouwd. Hij is helemaal opnieuw opgebouwd, ja. Dat is helemaal naar jouw smaak gedaan, hè? Want het is niet wat QC wou, maar wat jij wou. Ja, kan je er wat over vertellen? Want zoals die er nu bij staat, waarom heb je ervoor gekozen zo? Ja, ik heb ooit, sommige mensen kennen misschien wel Euro Truck Simulator. Heb ik ooit wel eens mijn eigen auto gebouwd. Het was dan wel een ander merk, maar nou, het is nu een Mercedes geworden. Vind ik op zich niet erg. Ja, ik heb hem ooit zo een keer opgebouwd en ja, nu had ik zoiets van ja, nou heb ik een keer de vrije hand en dan ja, moet ik het ook gewoon een keer doen. Ja, ik vind hem echt heel bruut geworden. Ja. Ja, het is een beetje de, zoals ik het zie, less is more, want hij is gewoon heel strak. Ja, je hebt niet echt heel veel dingen opgebouwd, tuurlijk, er zitten wel heel veel lampjes op. Ja. Hij is natuurlijk nog niet klaar, want je wou wat breedte paaltjes en alles, wat wou je doen? Breedte paaltjes komen er nog op, hier aan de zijkant komen er nog lampjes erbij. En dan is hij wel een heel eind klaar. I remember the feel of the air touch my skin. Am I real? 'Cause I felt something leave from within. Maar wat mensen vooral zullen zien is, hij staat nu in normale rijhoogte. Nee, hij ligt nou laag. Hij ligt lager, oké. Okay. Maar het scheelt niet heel veel als je hem in rijhoogte zet. Klopt. Komt hij zo'n stukje hoger. Ja, ligt een hij centimeter nog steeds, of 4. Ja, ligt hij nog steeds eigenlijk lager dan als je een gemiddelde Actros bijvoorbeeld hier zo pakt. Klopt. Waarom ligt hij eigenlijk zo laag? Ja, in verband met laadvolume. En waarom het laadvolume? Zodat je ook, als je wat grotere auto's hebt, ook gewoon onder de 4 meter kan blijven. En ja, nou zit je er wel eens een keer boven. Ja, dat is gewoon niet anders. Maar ja, je probeert toch zo laag mogelijk te blijven. Ja. En ja, door het feit dat je dan de lowliner hebt, win je in principe al bijna 20 centimeter vergeleken met een standaardtrekker. Ja. En dan heb jij hier ook nog een schotel, die kan je ook nog een hoogte bestellen. Ja. Heb ik eigenlijk nog wel een vraagje. Want ik denk dat de eyecatcher van deze auto is, de verstralen die erop zitten. Klopt, ja. Kan je daar wat over vertellen? Want dat zijn strands, wat is dit? Dit zijn originele strands, ja. En dat heb ik voor gekozen om, ja, vanwege de licht. Lichtopbrengst. Het mooie rondje in het oranje en een streepje in het midden. Ik vond dat zo gaaf. Ik denk, ja, die wil ik toch eigenlijk wel hebben. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik denk dat deze auto gewoon helemaal strak afmaakt. Ja, dat dacht ik dus ook. Talmoes hebben veel mensen, dubbelbrandertje hebben ze. Nou, lichtbakje vind ik zelf ook wel hartstikke mooi. Ja. Want ja, een vierkante lichtbak vergeleken met die lichtbak van mij, weet je. Nou ja, goed, de poppies bovenop, cool. de Michelin poppen. Ja. En de luchthoorns die hebben ze gisteren op het laatste moment nog even aangesloten. Gisteren op het laatste moment nog even aangesloten, zodat ze wel aankonden vandaag. Ja, we gaan straks even kijken of we dat op beeld even mooi kunnen opnemen. Ja. Maar ja, op beeld, ja, je kan een luchthoorn laten horen, maar thuis klinkt die altijd even hard als een andere luchthoorn. Ja. Ja, en wat ik op zich ook wel mooi vind, is de meegespoten tank natuurlijk. Ja, de meegespoten tanks. Ja, want dat is gewoon in één geheel lijn gemaakt. En dat is met de demper aan de andere kant hetzelfde. Ja, die is ook meegespoten. Die is ook meegespoten. Ja. En dat is eigenlijk ook op mijn verzoek geweest. Ja, Alcoa met het mooie Alcoa dopjes over, over de moeren heen. Ja, klopt. Ja, wat kunnen we allemaal nog meer zeggen? Ja, ja, breedte paaltjes zitten bij jullie allemaal in de bumper geboord. Ja, eigenlijk alle auto's. Ja. En ik heb palen uit dingen laten komen, uit de treeplank. Ja. Voor het zicht, voor mezelf. Nou, wat ik mooi vind, bij die van ons, weet je, dan zit hij bijvoorbeeld hier zo zit hij gemaakt. Ja. En dan zit hij een klein beetje scheef. Ja, klopt. En bij jou zit hij wel echt strak, recht in je auto bevestigd. En ja, dat is het mooie als je zelf ook een beetje met opbouw mee kan bepalen. En Niels is dan de truckerbouwer hier zo. En ja, ik zeg tegen Niels, zo luister, ik wil eigenlijk gewoon palen eruit laten komen. Ja. Nou ja, dat hebben we op heel veel manieren hebben geprobeerd. En ja, dit is eigenlijk wel het mooiste geworden. Ja, ik vind het echt heel strak. En ja, natuurlijk, weet je, kijk, bepaalde dingen die nou niet heel erg bijzonder zijn, maar wel bij QC een standaard dingetje zijn. Weet je, we hebben altijd wel deurverlengers erop zitten. Ja. Nou ja, dit hebben we dan wel anders dan bij jou meegespoten. Ja, dat maakt het veel strakker. Ook gevraagd. Hier ga je nog wat mee doen. Ja, daar komen we nog een keer op terug. Daar gaan we nog een keer op terugkomen, ja, klopt. Ja.
Interieur wordt ook aangepakt, hè? Interieur wordt helemaal aangepakt, ja. Klopt. Dat is wel leuk om te zeggen. We kunnen niks van het interieur nu laten zien, want dat ligt naast de auto. Ja, het interieur ligt er nou uit. Dus daar komen we nog een keer op terug. Maar volg me daarvoor even op Instagram en TikTok, want daar gaan we zeker nog een keer een video over maken. Ja, is er dan eigenlijk nog wat anders wat we kunnen zeggen over deze auto? Want... Ja, ik heb sowieso langere luchthoorns als de rest. Ja, zijn het gewoon originele longhorns of wat is het? Nee, het zijn Netkings. Ja. En dan de langste variant, 95 centimeters. Ja, maar dat hoor je echt, want hij heeft echt zo'n mooie... Hij heeft een heel diep, mooi, hard geluid. Ja. Het is niet van het schel, maar het is echt gewoon zo'n heel mooi, diep geluid van... Ik kom er ook even aan, zeg maar. Ja, ik weet nog wel, met jouw oude luchthoorns, hou alsjeblieft op. Ja, dat is gewoon... Ik stond in Goes te laden bij een dealer. Was bijna centrum. Ja. En meneer reed over de snelweg en hij zei over de telefoon, ik zal wel even laten horen dat ik in Goes reed. Nou, de mensen naast mij op straat, die keken, waar kwam dat vandaan? Dat is echt niet normaal. Ja. Ja, dat is degene die achter de cabine hangt. Achter de cabine, ja. Daar gaan we het even niet over hebben. Nee. Eén ding heb ik wel een vraag, want je hebt hier de breedtepalen heb je er gewoon onder gehangen. Ja. Ik heb natuurlijk van die, ik ben de naam even kwijt. Pablo's. Maar, Pablo's, juist ja. Waarom heb je niet gekozen voor Pablo's? Nou, ik heb met Niels ben ik overgegaan naar matte breedtepalen. Ja. Mat LED. En ik vind dat die mooier branden. Ja, qua, ja zicht op de auto. Ik heb zelf deze er ook op laten zetten. En volgens mij Arno heb van die doorzichtige erop zitten. Ja, Arno heeft nog van die doorzichtige erop. Dat, ik vind dat niet, dat is niet mijn stijl. Zodra ze vies worden, zie je die een stuk minder als deze. Ja. Daar ben ik ook al achter. Ja. En daarom heb ik voor deze ook weer gekozen om hier mooi onder de spiegel mooi breedpaal te laten hangen. En iets wat we nu niet kunnen zien vanaf deze positie, maar er ligt boven een zwaarlandbalk op en die is wit. Die is wit, ja, klopt. En als jij alles aanzet met knippers, is er nog iets wat gaat knipperen. Ja. Nou, vertel. Klopt. Ik heb in de mistlampen heb ik flitsers laten boren. En die heb ik gewoon in laten zetten. Gewoon voor de mooiheid. Gewoon zodat je wat meer zichtbaar bent. Want ja, zoals jullie misschien bij Jeffrey weten, heeft hij een mooie balk aan de voorkant. Met twee flitsers erin. Ja, en aangezien dat jullie zien dat ik geen lichtbalk heb aan de voorkant. Maar gewoon strak op de bumper heb laten zetten. Ja, ik wou toch mijn zwaarlampen, mijn flitslampjes aan de voorkant hebben. Dus heb ik gekozen voor in de mistlampen te laten boren. Ah, het is echt... Zoals Jeffrey ook, heb gewoon een verlichte ster erin, achteraf ingebouwd. Bij QC hebben we allemaal een verlichte ster. Ja, we hebben allemaal een verlichte ster. We kunnen er heel lang over doorgaan. Ja. Ik vind het een hele brute auto. Is het ook? Wanneer gaan we jou spotten op de weg met deze auto? Ja, hij wordt volgende week nog afgebouwd, zover ik begrepen heb. Er moet nog even een koelkast ingebouwd worden, want die zit er niet in. Want het is voor de rest een standaard, redelijk... kale auto. Ja, maar jij reed nooit internationaal. Nee, ik reed nooit internationaal. En volgens mij ben jij in dezelfde periode dat ik ook niet internationaal reed, eigenlijk ook een beetje overgestapt naar internationaal rijden. Klopt. Ja. En dus, dat is gewoon puur. Weet je, mensen kennen je en ja, ik bedoel, ik kom nou ook net uit Italië. En ja, als je dan ziet Italiaan die gewoon naar je loopt te knipperen als idioten. Ja, dat is gewoon mooi. Ik heb dat ook gehad. Dan rij je daar over de snelweg, weet je, en die Italianen knipperen. En dan staan er van die mensen. Er staan ook gewoon truckspotters daar. Ja, er staan gewoon heel veel. Ik had het niet verwacht. Nee. Ik ben voor mij in de tussentijd dat ik met de oude rij ondertussen al 12, 13 keer gespot. Ja. Ja, ah, en, mooi. Ik had gisteren nog iemand en die zei van, mooie wagen heb je. Ik zeg, als je weet wat de kilometerstand is, dan schrik je ook, denk ik. mijn oude die gaat niet weg. Die blijft hier rondrijden. Die blijft hier gewoon rondrijden. Ja. En dan gaat alleen een andere chauffeur op en ik heb deze gekregen. Ja, het zou waarschijnlijk een binnenlandauto worden dan. Ik denk het. Goed, daar heb je in principe de kilometerstand valt op zich nog wel mee. Oh. 45, dus... Dat kan prima mee. Het is goed onderhouden, zeker. Maar jij bent heel zuinig op je spul. Ik ben heel zuinig op mijn spulletjes. Deze... Ik kan niet wachten tot hij rondrijdt. Ik ook niet. Nee, heb ik één vraag nog. En dat is... Waarom geen verstralers in de zonneklep? Ik vind het mooi zo, hoor. Ja, ik heb daar speciaal voor gekozen omdat ik een verlengde zonneklep hou. Ja. En ja, om dan verstralers in de verlengde zonneklep te gaan zetten is best een uitdaging. En ik merk met de oude ook, als je de verstralers in laat zetten, dan is het toch het zicht. Ze schijnen over het algemeen naar boven.
Ja, dat klopt. En ja, dan ja, bij die van mij staan ze wel goed afgesteld, hoor. Oh, bij jou wel? Ja, bij mij niet. Bij mij schijnen ze echt gewoon of in de vliegtuig uit de lucht. Ja. Schiphol is er blij mee bezig. Ja, ik vind de verstralers in de zonneklep vind ik mooi voor het knipperen onderweg. Ja. Beetje voor even het seinen. Ja, goed. Mensen, als jullie mij tegenkomen, kan je beter een zonnebril opzetten. Want ze zijn echt wel. En ik denk dat Jeffrey dat wel kan beamen bij deze. Hou op. Stond gisteren in de loods. Hij zette die dingen aan. Nou, echt nee. Ik ga er niks over zeggen. Maar nee, het is een hele strakke auto. Ja. En ik hoop dat die snel klaar is. Ik hoop het ook. En dan gaan we er mooi werk mee afleveren. Misschien wel leuk om te zeggen. Jij hebt normaal een 6 lader erachter hangen. Ja. Een trailer. Ja. Maar er komt wat anders achter. Ja, klopt. Er komt wel een 6 lijf, soort 6 lijver terug. Ja. Maar dan dubbeldeks. Ja. En wat precies, dat is nog even de verrassing. Dus dat is voor jullie nog even allemaal afwachten. Maar past er meer op, toch? Er passen er meer op. Ja, dat moet wel een beetje uitkomen, denk ik. Ja, dat moet wel even een beetje uitkomen. Ja. Maar goed, het is nog even in de maak bij de grote baas hier zo. Ja. Dus dat is nog even afwachten. Oplettende kijkers hebben me ergens kunnen zien in een videootje. Ik heb van de week ergens aan filmen. Ja, jij hebt van de week ergens aan filmen, klopt. Dus als de oplettende mensen een beetje rondkijken, dan weten ze. Voor mij was het op een camping in Lassie. Ik noem het anders. Panini is het camping. Panini. Ja. Over Panini is gesproken, ik denk dat we de video gaan afronden. Ja, want, ik heb honger. Ik denk dat jij een Panini gaat halen. Ik ga een Panini halen. Maar mocht je nou natuurlijk meer van dit soort video's willen zien over de auto's bij QZ en misschien wel bij andere bedrijven, abonneer dan zeker even en laat even een reactie achter met wat je vindt van dit soort video's. Ik ga proberen dit soort dingen echt wel vaker te doen. En als je dan toch bezig bent, laat een duimpje even omhoog achter. En als je dan abonneert, klik ook even op dat bel-icoontje, want dan word je automatisch op de hoogte gehouden wanneer ik een nieuwe video maak. Wij gaan een Panini halen. Ja, vind ik een goed idee. Oh.